Yo guys, van harte welkom op mijn kanaal. Welkom bij de Assassin's Creed Odyssey serie. De let's play die al een tijdje loopt inmiddels, want we zijn aangekomen bij aflevering 33 en we staan op het eiland. Wat is het? Zal ik even de kaart erbij pakken om te spieken? We staan op het eiland Delos. Delos naast Mykonos, naast Chaos. Heel veel os. Alexios. Alles eindigt op os. Apollos. Nee, grapje, dat is niet waar. We zijn in ieder geval hier geweest waar we het beest hebben verslagen. Daar is ook een foto gemaakt door iemand. Van Krabbies en een... How cute. Krabbies en een vogel. Dit is wel echt een perfect plaatje hoor. Als je die te pakken krijgt, zeg maar. Dus die verdient wel een like, je komkommerkat. Goed gedaan. Nee, we hebben dit natuurlijk gesynchroniseerd, alfabeest verslagen. En nu gaan we dan daadwerkelijk voor het eerst de oorlogsvoorraden van Podarkis slopen. Zodat hij eigenlijk gewoon in macht wordt verlaagd en al zijn voorraden eraan gaan. Dus ik ga eerst eventjes alles scannen. I should watch my step around here. Met Icaros. Ook Os. Hoe heet mijn paard? Precies, Phobos. Alles is Os. Kut Grieken. Totaal onorigineel. Grapje, ze waren super creatief en fucking origineel. Nu ik dit zo zie. Er werd letterlijk vandaag onder mijn video, dat was dus aflevering, even goed nadenken, 32, zoiets. Werd er door een kijker gevraagd, Edana, wat zijn die Enigmata Ostraca's? Wat heb je daaraan? Je hebt er niet heel veel aan, behalve als je er geïnteresseerd in bent. Dat is namelijk dat ze een locatie of een raadsel hebben. Er staat een raadsel omschreven op die Enigmata Ostraca. Als je hem oppakt heet het ook wel tablet, hoe je het wil noemen. Dus dat kan je lezen. Je kan dat lezen via een speciaal menuutje. Ik kan het even kort laten zien voor jullie. Dat zie je gewoon bij je inventaris. En dan ga je naar dit tapje. Eens even kijken. Daar en dan documenten. Dit zijn alle Enigmata's Ostraca's. En dan zie je dus bijvoorbeeld naald in een hooiberg. Er staat een bezette boerderij aan de oostkant van de Kintosheuvels. Je vindt me begraven onder een grote hooiberg. Het zijn een soort schatten. Het zijn een soort raadsels. Dus ze hebben wel degelijk iets. Interessant, mocht je daarnaar op zoek zijn. En mocht je dat bijvoorbeeld nog niet weten. Maar ik ben er nog niet echt naar op zoek gegaan. Dat boeide me ook nog niet zo heel veel. Betekent niet dat het niet goed of interessant is hoor, dat is het zeker wel. Alleen nog niet mee bezighouden. Hier hebben we weer een nieuwe, serieuze ontdekking. Break their supplies, break their will. Who's doing that? Dat is dus zo mooi aan die skill die ik heb. Normaal gesproken zou ik die gast never nooit hebben kunnen killen met een normale stealth attack. Maar omdat ik nu een speciale vaardigheid heb, kan ik die heftigere stealth attacks doen. Stealth attacks die dus meer schade doen als je driehoekje ingedrukt houdt. Hier komt er nog een. Huh? What's that noise? That's treason. Well, really? Hoe kom ik niet? Kan ik niet door dit gat heen? Nah, crazy.
Darkus, his troops will be helpless. What? Something happening over there? Dat waren best wel zieke moves. Are you still alive? Kan je een potion gebruiken, maar dat helpt niet hoor. Kill je alsnog. That will hurt the Athenians. A supply crate should destroy these without attracting attention. Who knew rebelling was this much fun? Dat should do it. Kiro will want to hear about this. Ja, zijn we er zo snel klaar mee? Ik ben nog geen enkele ruïne in geweest überhaupt. Nou, dan ga ik er zelf maar even naar binnen. Even kijken wat ik daar kan vinden bijvoorbeeld. Zie je, zoek de oude stellen. Het heet dus wel degelijk een bepaald geheim. Ik snap niet dat het niet wordt aangegeven. Athenian wine. I'm sure Kiro would enjoy this. Oh, wow. Come to think of it, so would I. Ah, kijk. We halen dus wijn uit dat ding. Waar hij vervolgens op zegt, Kira zal het vast wel lekker vinden. Nou, trouwens, ik ook, zegt hij. En dat kan wel kloppen, want die Kira is een chick die je inderdaad kan romancen. Dat zou dan de eerste zijn die überhaupt lukt, maar ook de eerste echt mooie vrouw. Wie ik ben tegengekomen in de game. Ik vind Kira echt een mooie karakter. En bijvoorbeeld die vorige chick, Odessa. Alles mislukte sowieso aan die romance. Maar het was ook helemaal geen mooie vrouw. Dus misschien maar goed dat we met Alexios zo kieskeurig zijn geweest. Aan de andere kant, ik heb het wel al met een man gedaan. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Nou goed, dit waren mijn eigen conclusies. Ik denk zomaar dat er een date kan komen met Kira na deze missie sequence. Oh. Ik vind het echt altijd hele verwarrende plekken, joh. Ik heb trouwens al zo lang mijn spullen niet verkocht bij een merchant. Dat ik me intussen echt afvraag hoeveel dat in godsnaam al waard is geworden. Al die junk, al die troep die je kan oppakken. Dat kun je natuurlijk ook gewoon verkopen bij merchants. Nog bijna niet gedaan. Fuck. Komt allemaal door die fakkel. Thank you.
shit! Hey, holy shit. Het raadsel is gevonden. Finally. Dit zorgt weer voor een vaardigheidspunt, dus ik ben best wel blij dat ik het vind. En dat ook echt op één simpel eiland. Kun je nagaan hoeveel er van dit soort tombes en ruïnes in het spel zitten hier. Tjonge, jonge, jonge. Ik vind dit soort plekken echt helemaal niet leuk. Nou goed, laten we er maar snel uitgaan en dan gaan we dit melden aan Kira. Come on. Oh ja, ik ben er zojuist achter gekomen dat het op het andere eiland was. Wel echt een prachtig uitzicht hier. Laat ik dat bootje hier pakken. En dan zag ik sowieso nog iets waar ik wel geïnteresseerd naar ben. Oh. Dat was echt prachtig. Ik liet mijn paard echt een complete duik nemen gewoon. Sorry paard. Ik ga echt niet goed om met mijn beesten. In Red Dead zo super zuinig. En in Odyssey flikker ik ze gewoon de cliff af. Hup, ga jij maar zwemmen. Wow, gewoon een haai gevangen. I'd be a fool to take this boat into deeper water. Kijk, ik vond dit er echt heel sick uitzien. Die ruïne zo langs het water. Dit wil ik nog wel even spotten. Net zoals een gezonken schip hier. Ziet er ook wel nice uit. Oké, wat is dit? Wat? Hier is gewoon niks? Ja, zie je, er is al wat. Er is wel degelijk wat. Dat gaan we even looten natuurlijk. Oké, twee schatkistjes. Wat is het hier diep in één keer? Hier, er was hier wel degelijk wat. Moet je nou kijken hoe diep. Oké, waar is die andere plek? Ik wilde echt net zeggen, ben ik retarded? Thank you.
Oké, ik probeerde trouwens weer te vechten onder water. Dat lukte gewoon niet. Dus als iemand die besturing zou kunnen uitleggen... Nee, je moet gewoon slaan op die haai, joh. Doet helemaal niks. I think I need a bigger boat. Kijk, daar staat ze bij die tempel te wachten. Oh, kut. Huh? What the hell? Glitch? Alexios, you've returned in one piece. Yep. Ik denk dat de graphics en al dat soort dingen nog niet ingepopt waren ofzo. Want ik trok mezelf omhoog aan helemaal niks. Maar oké. Het zal. And? Is it done? Podarkis' guards will have to fight with their fists and on empty stomachs from now on. Excellent. Ah, kijk, ik heb wijn gevonden, alsjeblieft. I also found this. You sneaky, sneaky Mystios. Athenian wine. When all this is said and done, I thought we might share some. You surprise me, and to think I nearly threw my blade through your neck. No one's perfect. So, what will you do once Podarkis is dead and the rebellion is won? The sad truth is I have no idea. For as long as I can remember, every day has been a struggle. To live, to love. Vengeance has all but consumed me. And what will Alexios do once this is over? We have a lot in common. I was hoping when the smoke clears, we could find somewhere quiet. And what exactly do we have in common? Een moeilijk verleden klopt helemaal, ja. Dat is best wel diep. En allebei moordenaars klopt ook, maar dat is niet de meest subtiele manier om dat er nu even in te gooien. I know you struggled to get where you are. You've had to fight and claw for everything you have. I know, because I've done the same. We're survivors. I'm glad the gods brought you to our shores, Alexios. Some time alone would be nice. You must have many tales. It's time we got going. When Podarkis learns of what happened on Delos, he'll want revenge. And the first to suffer will be the Delians. Gere. Gere. Kijk, ga sowieso die sidequest eventjes oppakken. Even 21k XP ook. Holy fuck. Dat is trouwens ook van Podarkis, als het goed is. Dus als we dat doen, dan wordt ook de macht van de natie verlaagd. Deze dingen slopen. 4 zijn het er ook. Nou, als het goed is, is dat van Podarkis. Eens even kijken of we dat kunnen slopen. Oh, it's good.
Alles gesloopt. Sick. Geen idee wat ik ermee opschoot. Ik heb eigenlijk niet gezien of opgelet of die balk van macht is verlaagd. Maar laat ik naar die uitroepteken even voor mijn neus gaan. Side questje, pikken we meteen mee. Don't make me come over there. I should stay hidden if I don't want to fight. Oké, waar sloeg het precies op dat het halve dorp uitliep om mij te grazen te nemen? Alleen omdat ik deze locatie overneem en een paar wachters doden? Oké, fanatiek. Ook echt iedereen moeten vermoorden daar. Kijk hoe hoog die premie meteen is. What's with all the whispering? Shh. If the soldiers hear us, they'll kill me. You're the Mystios working for Kira and the rebels, yes? I am. Yes, you are. Many whispers of your deeds, Mystios. Many whispers. Many secrets, too. About the rebel girl. If you know something, spit it out. If the soldiers see me, they'll kill me. Apollo knows they already tried. There's a house near the market, been boarded up for ages. Sneaky sneak your way in. We'll talk after. Strange. I should find the house. See what this beggar has to say. M staat voor moord. Rare questnaam en sowieso rare quest. En vet vreemde character. Ik ga wel al meteen naar dit huis toe. Oh, trouwens. Weet je wat ik meteen doe? Zijn er meteen drie ook, hè? Drie huurlingen zijn meteen bezig. Ik betaal die wel. House is boarded up. Must be the place. Bloody footprints. A child's. Must have been hiding in that chest. This woman was killed. Left in the open, without dignity. An Athenian spear tip broke off in her ribs. Waar gaan we nou weer achterkomen? A note was left behind. A warning from Podarkis. He was paying this woman to keep quiet. About what? Inderdaad, hij heeft mensen betaald om hun mond ergens over te houden. Wooden dolls. A mother and child. One engraved with the letter M and the other K. Nothing else to find here. I need to speak with that strange woman. What did the Mystios find? A body. A woman. She was killed by an Athenian spear. This is all? There was a letter from Podarkis. Said he'd kill them both if she broke her silence. Both? Why kill a child? Unless it was his. Shh!
They could be listening. Now tell me, quietly, what else did you find? The dolls, engraved with the letters K and M. M is for Mater. You asked who I worked for. The little doll with the K. The child was Kira. Yes, yes, which means... By the gods, Podarkis is Kira's potter. Very wise, Mistyos, very wise indeed. Kira needs to know. She'll never believe you, never. Her whole life she hunts the man who sent Athenians to kill her mother in front of her terrified eyes. But the gods spared little Kira. She escaped. How do you know so much? I was there, Mistyos. I protected the little one. The Athenians were so busy trying to kill me, Kira slipped right past their blades. You were involved in this. My name was Otonia. I was a servant for Podarkis. What? Night after night, Kira's mother came to the house. Little one wanted to meet her pater. Podarkis made me send her away, but she kept coming. So Podarkis sent me to her house with a note. The warning. She didn't listen. Podarkis sent me back to her house, this time with Athenian soldiers. Kira needs to know Podarkis is her father. But I won't confront her until I have proof. The woman came to Podarkis' house one night, begged me to give him the doll Kira made for him. If Podarkis had it, he might have kept it somewhere. Only the gods would know. I will find this doll. Now the Mistyos knows who he works for. The rebels should know too. Wow. Kijk, dit verandert het niet compleet. Het verandert de situatie niet. Het is alleen heftiger nu voor Kira. Daar is die doll. Ja, en daar is het huis van die motherfucker. Zwaar bewaakt en al. Wat ik al zeg, het verandert de zaak niet. Het is nog steeds precies hetzelfde. Alleen het is alleen maar heftiger voor Kira dat ze dus al die tijd jacht heeft gemaakt op haar eigen vader. En de man die ze zo erg haatte, Podarkis, is dus opeens haar vader. Dus eigenlijk geeft ze hem een soort van kill contract. If Podarkis hid that doll somewhere in his house, I'm going to find it. Op haar eigen vader. En dat is het pijnlijke aan deze situatie. En dat weten we dus allemaal door die rare, ja, zwerfster van net. Die dus in de tijd dat Kira klein was, een werkster was voor Podarkis. Hey, did you hear about the new barracks? Being built? Huh, that's all. Find cover! They're firing from over there! This place is well guarded. Need to be careful. Wat ging net goed? Huh? Is my mind playing tricks on me? Where's that coming from? Tegen wie of wat zou hij wachters doodhaar? Nou, daar is het houten poppetje. Podarkis kept the doll Kira made for him. She engraved it with the letter P for pater.
Kira have known all along. The rebels deserve the truth as well, but blood is everything to some people. They could abandon her if they knew Podarkis was her father. Wel een aparte wending van het verhaal in ieder geval. En weg hier. Alsof ik er nooit geweest ben. Nog steeds nergens die Enigmata Ostraca kunnen vinden. Athenians are weak. Now we strike Podarkis where he'll hurt most. His kidneys? It's good to see you, Kira. Since you came here, I've actually started to believe we can win this rebellion. So, you were saying we strike. Guards protect the island's treasury in one location. If we find it and steal it, the soldiers go unpaid, unfed, and unarmed. Podarkis would finally be vulnerable. Then we can stick our blades in between his ribs, feed his liver to the dogs. Before we start feeding organs to animals, can you get me to the nation's purse? Our spies have located it in Miltiades Fort. I'll have Praxos gather the troops. It's best if it's just the two of us. Easier to sneak in and out undetected. You just want me all to yourself, don't you? Let's get going then. Victory is close. I can feel it. We haven't won yet. The fort will be treacherous, and the gods can be fickle. It was the gods who sent you to me. I refuse to believe they'd send you here to die. So what do you think of our islands? I think I prefer Mykonos. Het is wel heel raar dat we nu met haar erachteraan naar die rebels gaan. Ik was hier op zoek naar de Enigmata, ik ren naar buiten, kom haar tegen, krijg een quest van haar, ze rent achter me aan en nu vertel ik hun... Podarkis is haar vader, dag. Where is Kira? She's... Miss me already, Mystios? Kira, there is something I need to tell you. That look on your face, so serious. Sit, relax, drink some wine. What I'm about to say is for you alone. Follow me. Now that you have me all alone, what is it you want to tell me? There is no other way to say this. Podarkis is your father. What sort of joke is this? This isn't a joke.
where you stand. This can't be. Kira, I'm sorry. He took everything from me. How did you find this? I found your old house. I know about your mother. I can still hear her screams. A storm of blue armor and red blades tore through our home. I had to run through Mother's blood to escape. I never returned to that place. It was best you didn't. It's good you told me in private. The men don't need to know this, not yet. But please, leave me for a while. I need to be alone. Het is best wel zielig, moet ik zeggen. Het is echt best wel zielig. Maar goed, het is gecomplete. M staat voor moord. Yes. Zal hier die enigmata zijn? Ja, volgens mij wel. Volgens mij heb ik hem eindelijk gevonden. Daar kan ik dan rustig de part mee eindigen. Ja, hè. Tjonge, jongen. Nou, ben ik blij dat ze me naar deze secret plek heeft geleid. Als het ware. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En weer een beetje in het verhaal zitten. Ik wel in ieder geval. Het is best wel zuur wat die Kira is overkomen, maar... Dat betekent niet dat wij geen wraak meer gaan nemen op Podarkis, want dat is natuurlijk wel echt de scumbag van de eeuw. Tot de volgende, en dan zullen we vanzelf zien hoe dit avontuur zal vervolgen. Later.